2, 3, 8. Juist de opening verricht, hè? Korte baan Beverwijk. Ja inderdaad, nou, we zijn heel erg content met het weer natuurlijk. We hebben schitterend weer, we hebben een redelijk vol deelnemersveld. 24 paren waarschijnlijk aan de start. En ook ja, niet dat was nog een heel gezoek, hè? Want ik heb gehoord, dinsdag waren er nog maar 17. Ja, nog maar 17 en toen is het opengesteld, gelukkig tot woensdagmorgen 10 uur. En dat is eigenlijk niet gebruikelijk, maar opengesteld tot 10 uur. En hadden we uiteindelijk met dank toch ook aan Henk Voormeer, die heeft daar een speciale rol in vervuld. 24 paar aan de start gekregen. En ja, dat hoort eigenlijk ook hier op zo'n Breestraat. Hè? Dat een van de grootste draverijen van Nederland. Dat hoort eigenlijk een volle bak te hebben. Ja. Ja. Het hoort eigenlijk 26, is echt een volle bak. Ja. 24 kan. Heb je een favoriet? Nee, want ik kan echt niet zeggen wie er vandaag gaat winnen. Er zijn heel veel... Ik denk, misschien heb jij een tip voor mij. Nou, nee. Ik durf het niet te zeggen. Nee, het is echt... Er zijn 24 paren die echt aan elkaar gewaagd zijn. Dus zelfs de kenners onder ons, en daar ben ik dan echt in één van, maar echt de kenners onder ons die durven geen winnaar te voorspellen. En verder in de organisatie, hoe gaat het daar? Ja, we hebben heel veel werk moeten verrichten. We hebben een aantal sponsoren weten te bereiken en we hebben weer videoschermen langs de baan staan. Nou, dat heeft heel wat voet in aarde gehad om dat georganiseerd te krijgen. Gelukkig hebben we het geld bijeen gekregen en met dank ook aan al die sponsoren. Die worden ook vermeld op de schermen, dus die kunnen we straks allemaal zien. Maar dat heeft wel heel wat energie gekost om het weer voor elkaar te boksen. Ja. Voor het publiek lijkt het altijd zo makkelijk, hè? Je gaat erheen en er staan hekken, er ligt zand. Ja inderdaad, maar er zitten heel wat uren in en heel wat zweetuurtjes in. Ja. En daarna, want het moet ook weer allemaal opgeruimd worden. Ja, vanavond wordt ook direct weer opgeruimd. En, daar wordt alles weer afgevoerd en dan ziet er de Breestraat er weer uit zoals voorheen, zoals gisteren. Ja. Ja. Korte baan fan? Ik ben een korte baan fan en een lange baan fan. Ik ben eigenlijk een allround fan. Meestal is eigenlijk of je hebt korte baan mensen en lange baan mensen. Ja, maar je moet van afwisseling houden en dat is denk ik dit wel. En daar houdt u wel van? Daar hou ik zeker van, ja. Waar komt u vandaan? Want ik klink niet van hier. Nee, klopt. Ik kom uit Den Haag. En, komt u dan speciaal hier naar Beverwijk? Ja, ik ga meestal een korte baan of 7 per jaar ga ik op bezoek als ik vrij ben van mijn werk. Ja, dat is dit. Want korte baan is eigenlijk meest de mensen uit het stadje of het dorp. Ook een beetje de grijze golf. Ja, dat is ook zo. Maar er zijn toch echt liefhebbers die gewoon alle korte banen bezoeken of merendeel. Ik vroeg net aan de voorzitter, heeft u een favoriet? Want ja, ik denk dat u toch ook wel een klein gokje waagt. Ja, klopt. Ik denk dat Yankee Attack met John de Leeuw heel ver gaat komen vandaag. Heb jij iets met paarden? Ja, ik heb zelf ook gereden op de korte baan. En, nu doe ik het voor de hobby erbij. Maar... Hoe is dat rijden op een korte baan? Al die mensen zo dicht langs de lijn? Ja, prachtig. Het is ook niet te vergelijken met een lange baan. Het heeft zo'n aparte sfeer. En iedereen die gewoon hier plaatselijk komt. En... Zo'n start, hè? Ik sta altijd een beetje ijselijk te kijken. Ja, het is heel lastig en heel gevaarlijk ook, maar bij de start wordt gewoon eigenlijk alles bepaald. Is er dan ook een bescherming voor de pikeur? Ja, we hebben sinds 2013 is het ook verplicht dat we een bodyprotector aan moeten, maar dat is ook echt wel nodig voor de veiligheid. Net als een helm natuurlijk. U heeft helemaal zo'n mooi schema. Want u koopt geen boekje? Nou, ik heb in het verleden wel boekjes gekocht, maar op een gegeven moment, ja, je komt zo vaak naar die korte baan eraan vrij. En ik denk, nou, ik ga gewoon zelf eens wat proberen. Ja, want u heeft helemaal een lijst. En dan zet u, wat zet u daarop? Nou, daar haal ik alle paarden op vanaf de loting. Houdt u dan alle ritten bij? Ik probeer alle ritten wel goed bij te houden. Ja, dat ligt ook een beetje aan de omstanders, als ze me steeds bezighouden. Nou kijkt u mij aan. Nee, ja, ik moet u heel vriendelijk aankijken natuurlijk. Ja, maar dat doe ik altijd. Maar dan, want hoeveel keer loopt zo'n paard? Nou, in de eerste omloop, als het goed is,
mag je het in twee keer doen. Maar ja, als je dan nog een keer extra moet lopen, ja, dus meestal drie keer. Het is eigenlijk een soort afvalrace. Een afvalrace, ja. En dan, dan maar hopen dat hij dus naar de volgende ronde gaat. En steeds een ronde verder gaat. En uiteindelijk hopen we dat we een keer winnen. Dus dat we geld vangen. Ik probeer dan iedereen al te vragen wie is de favoriet. Ik denk dat Yankee Attack voor mij de favoriet is. Dat gaan we aan het eind van de middag zien. Ja, dat hoop ik ook, ja. Paardensport, wat heeft u daarmee? Alleen maar plezier. Ik heb er verder niks mee. Maar vroeger, mijn vader ging altijd naar de draverijen in Hilversum, in Alkmaar. En natuurlijk ook in Beverwijk, want die had je vroeger. Tuurlijk in Beverwijk. En, maar voor mij is dit gewoon een reunie weer. Ik ben vroeger melkboer geweest in Beverwijk, dat weet je misschien. Dus ik zie allemaal vroegere klanten zie ik weer. En dat is gewoon heerlijk. Maar kijkt u dan ook naar de paarden? Ik zie wel paarden, maar meer ook niet. En soms zie ik hier boven de mensen uit, zie ik de oren. En, maar voor de rest, ik gok niet of zo. Nee, dan vraag ik me af, wat is er dan zo'n middag aan? Gewoon heerlijk, gezelligheid. Oh, dat zoekt u? Dit is onze feestweek, dit is onze gezelligheid. Je ziet weer mensen, je maakt weer een babbeltje, zoals ik jou nu ook een tijd niet gezien heb. Hartstikke leuk. Dus de ontmoetingsplek en daar is dan de paarden zijn daar de trekker van. Zullen we dat zomaar stellen? Onder het mom van paarden een leuke middag. Hartstikke goed, zeker weten. En met mooi weer, wat willen we nog meer? Ja? Nou, ik wil weten wie de winnaar wordt. Ik heb geen idee. Sommigen, ik hoorde laatst iemand zeggen, ik heb drie tips. Ja, dat zijn allemaal favorieten, dus die brengen toch niks uit. Dus daar schiet je ook niks mee. U houdt uw geld in de zak? Ik ben de winnaar, denk ik. Maar u zit met uw rug naar de paarden toe? Nee, ik zit precies via het digitale scherm van begin tot het einde. Wat een mooie uitvinding. Uitstekend, uitstekend. Digitale wereld maakt voor ons laagdrempelig geweldig. Wat een mooie, toch? Ja, de mensen langs het parcours die staan ook allemaal naar de schermen te kijken. Het is gezellig. Ja. Heerlijk. Want ja, u bent een bekende Beverwijk. Sorry. Wie bent u? Ik ben wethouder hier in Beverwijk. Ja, en van welke afdeling? Sociale zaken. Dus geen sport, geen paardensport? Nee, het gaat over het soort. Als het over de support gaat, dan gaat mijn collega de heer Koster. Oh. Ik ga over de gezondheid, gezelligheid, kunst en cultuur. Maar het gaat over de sport, de heer Koster. Hallo meneer Koster. Dag mevrouw. U bent van de sport? Ja. De paardensport? Ook. Het ringsteken ging niet door. Maar dat doen we volgend jaar een stuk beter. Dat ben ik zeker nu al. Nou, ik zei al net al tegen de andere wethouder, u zit met uw rug erheen. Maar dat digitale uitvinding, de schermen. Ja, het is geweldig. We kunnen het heel goed zien. Veel beter dan langs de baan. Ja. En we zitten nog lekker in de schaduw met een glaasje bier. Kan ons niks gebeuren. Dat hoort bij zo'n korte baan. Heerlijk. Ja. En allerlei mensen zien, dit is Wild Spaanderman, de wethouder uit Geest. Dat is Arjen Verkijk, de wethouder uit Velzen. Hier, en dat is Karel, de fractievoorzitter van de Partij van Arbeid in Velzen. Nou, we zitten hier gezellig met elkaar. Ik mis Heemskerk. Heemskerk komt nog wel, maar die is altijd wat later, dat weten we. Klaarmaken op uw plaatsen 1, 2, 3, af. Proefstart van Koos Wageman, ziet er even niet goed uit, maakt galopades. Dat hopen we toch niet, want dat is mijn tip vandaag. Moet die andere ook wel galopperen?